Goedemorgen. Lekker slaaphoofd. Het heeft gesneeuwd. De winter is begonnen. Ik zit helemaal in de kerstsfeer ook, jongens, meteen. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb er helemaal zin in. Ik was nooit een kerstliefhebber. Ik heb ook nooit een boom of zo en we vierden het nooit thuis. Mijn ouders waren altijd op vakantie en dan ging mijn tweelingbroer en ik altijd samen chillen. En nu hebben we kerstlunch en dat soort dingen. En is er sneeuw. Dit is zo leuk. Wow, snow. Het is vandaag zondag en we gaan zoveel haarspriet heb ik. Leuk. We gaan zo meteen eten in Lisse. Bij een restaurant van een goede vriend van Jordi. Die ik daarom ook al jarenlang snack noem. Omdat hij dus een eigen Italiaans restaurantje heeft. Superleuk. Ik ben er nog nooit geweest. En ik hoor hem er natuurlijk vaak over. Dus ik vind het heel leuk om te zien. Samen met zijn vriendinnetje gaan we daarheen. Dubbel date. Ik vind dubbel date is altijd een heel truttig concept. Maar eigenlijk is het toch heel gezellig. We doen het ook wel eens met Kim en Onno. Niet het, maar dubbel date. Nog een paar vrienden. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Dat je ook een beetje in groepsverband dingen doet met je partner. Vandaag ga ik wel proberen even wat gezonder te eten. Ik wil graag eigenlijk tot kerst een beetje chill doen. En lekker veel groenten binnenkrijgen. Zodat ik gewoon fit het nieuwe jaar in ga. On that note wilden Jordi en ik ook gaan sporten. Maar we hebben nu eigenlijk opeens helemaal niet meer veel tijd. Omdat we aan het niksen waren. En ik vlogmas dingen uploaden was en zo. Dus ben even aan het twijfelen. Jordi probeert me over te halen om nu in huis oefeningen te doen, maar ik heb gewoon echt geen zin erin. Ik vind sport gewoon niet leuk. Oeps, ik zie jullie zo. Ik ga even een broek aantrekken. Hey, een plantenwarrior. Jor, hoeveel hou je van je planten? Heel veel. Meer dan van mij? Sowieso. Kun je iets vertellen over hoe je je voelt als je plant een nieuw blad geeft? Gelukkigste wereld. Ik kan er niet staan. Gelukkigste wereld. Moet daar zoveel water op? Soms kan het lekker een beetje alsof er een lekker buitje overkomt. Een klein moezonregentje. Krijgt hij niet. Moezon? Ja. Ook die plant is zo chill. Hallo? Denk jij dat we nog gaan sporten? Let's go. Let's do this. Ja? In huis of in de sportschool? De sportschool gaan we nu niet meer aan. Lekker een groenteshakeje maken met spinazie, banaan, mandelmelk en havervloeken. Omdat en gember. En gember. Is dat er lekker bij? Het is gezond. Oké. Dit geeft ook wel aan hoe anders wij in elkaar zitten. Ik denk, is dat lekker? En jij denkt gewoon, dat is gezond. Ja. En dan gaan we lekker door de sneeuw wandelen naar mijn huis. Zodat we wel iets actiefs doen en functie daarmee combineren, want ik moest nog even langs huis. Daardoor hadden we geen tijd om te sporten en nu kan het allebei met je samen. Dus dat komt top uit. Dat is zo lief hoe jij met enorme handen dan met zo'n mini-mesje dat aan het schillen bent. Het is wel echt lekker. Hij is heel zoet door de banaan. Zo mistig. Maar lekker schatje. Hallo. Hey, klein sneeuwmonster. Nee. Lekker drapje. We zijn aangekomen in het prachtige Lissebroek. Is het nou Lisse of Lissebroek? Lisse. Lisse. Ik zag echt ergens Lissebroek staan. I swear. We gaan dus nu naar het restaurant van mijn vriend Snack. Ik vind het echt wel echt badass dat je een eigen restaurant hebt in het leven. Dat vind ik niet normaal. Ik bedoel, ik weet dat ik ook hard werk, maar een eigen zaak hebben, dan heb je gewoon iets tastbaars. Dat is echt leuk. Is een soort tosti in een klein stukje. Zo lekker. Hallo kleine vriendjes. Dat was een hele chille, gezellige zondag. En Jordi en ik hebben net een aflevering van America's Toughest Prisons gekeken, heet het zo.
echt een hele spannende serie waarin iemand die zelf 12 jaar in de cel heeft gezeten voor een moord die hij niet heeft gepleegd, zegt hij zelf, op bezoek gaat bij allerlei gevangenissen. Trouwens niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld. Van Colombia tot aan Noorwegen, waar we net keken, waar dus de meest luxe gevangenis van de wereld is, waarbij ze heel erg proberen mensen zo normaal mogelijk te behandelen, zodat ze daarna weer mee kunnen draaien in de maatschappij. Super interessant om te zien. En soms denk je ook van, oh, dit is best wel weird, want ze hebben het gewoon beter dan sommige mensen die arm zijn of op straat leven en geen kansen hebben. Dat is echt wel krom om te zien. Aan de andere kant hebben ze bijna geen mensen die daarna weer terug in de gevangenis komen. Dus het werkt wel. Nou, super interessant om te kijken. Ik ben sowieso gefascineerd door crime dingen. Ik zag nu iets anders op Netflix. Heette het nou An Innocent Man of zo? Ik weet niet precies. Maar als jullie nog tips hebben voor dat soort docu-series, vertel het me alsjeblieft. Ik heb dus nog nooit Making a Murderer gekeken. Is dat de moeite waard? Ik heb wel Staircase gezien bijvoorbeeld. Die vond ik echt fascinerend. Of misschien is er wel iets anders over een andere zaak wat je echt zou aanraden. Wat ik moet bingen deze feestdagen. Let me know. Het zijn geen mega spannende weekendvlogs. Maar ja, ik film ze toch maar gewoon. Het hoort bij Vlogmas. Wat ga ik deze week allemaal doen? Ik weet het niet eens. Veel afspraken, dingen afronden voor het einde van het jaar. Dus ik neem jullie natuurlijk mee in de laatste weken waarin ik dagelijks ga filmen vanaf nu. Oké, slaap lekker zo. En dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je geen dagvlog wil missen. Het wordt mega gewaardeerd. Dankjewel. Doei.